Goedenamiddag, we zijn hier in Vlissingen, De Haan. We zijn hier op de provinciale prijskamp voor lammeren, stamboekgeiten, die hier gekeurd worden door een ervaren keurder uit Limburg. Mits dat wij hier in West-Vlaanderen zijn, kunnen we geen West-Vlaamse keurder vragen om te keuren. Daarom vragen we dan een mens van de Limburg. De lammetjes worden hier gekeurd vanaf 3 maanden en ouder. En daar komt dan het West-Vlaams kampioen bij de heitjes, vrouwelijke dieren en bij de mannelijke bokjes, de provinciale kampioen. Hier hebben we de keurder die deze namiddag de geitjes, de juiste plaats en de juiste informatie zal geven aan de fokker. Dat is Wilfried Rijskens van de Verre Limburg, die hier in De Haan komt keuren. Ja, Wilfried, wat denk je dat je hier kan zien en iets bijbrengen bij de fokkers? Ja, eerst een verhaal heb ik vernomen, dus dat er eigenlijk toch een 49-tal jonge diertjes aanwezig zijn, wat eigenlijk toch eigenlijk zeer goed is eigenlijk voor deze provincie. Maar ja, deze provincie heeft altijd een goede werking gekend van de geitenfokkerij. Ja, een keuring heeft eigenlijk vooral als bedoeling eigenlijk voor de deelnemers te laten zien welke dat hun goede kanten van hun dieren zijn, maar ook welke dat de zwakke kanten van de dieren zijn. Op die manier kunnen zij zelf dan volgend jaar een andere bok eventueel kopen en zo het ras eigenlijk verbeteren en hun diertjes op een hoger niveau brengen. Dat is eigenlijk de bedoeling vooral van een keuring eigenlijk. Hè. Dus ook de mensen die hier komen met hun dieren, die kunnen dan ook vergelijken met andere dieren en kunnen dan eigenlijk ook zien van ja, dit is goed of dat is niet goed en ja, ik sta nu op deze plaats en ja, ik moet op dat volgend jaar letten enzovoort. Eigenlijk, het is altijd de bedoeling om eigenlijk een stapje hoger te gaan. Dus de mensen naar een hoger niveau te brengen. Ik ben Machiel Matthews en ik ben hier vandaag aanwezig met de bonte geiten en de toggenburgeiten. De bonte geiten heb je in 2 kleurslagen. De zwart-wit gevlekte en de bruin-wit gevlekte. En de toggenburgers zijn muisgrijs met een wit masker op de kop en de benen. De bonte geiten hebben het zachtste karakter. De toggenburgers zijn iets koppiger, maar zijn wel leuke geiten. Ze zijn iets kleiner op de bonte geiten. En de melkproductie is wel hoger bij de bonte geiten. Dit is een bruin bont geitenlammetje. Dit moet een mooie aftekening hebben tussen het zwart en tussen het bruin en het wit. En het moet een hoogbenen, langgerekte geit zijn met een mooie kop en een lange nek. Ernaast zie je het zwart bontdiertje. Die hebben dezelfde kenmerken, maar in een andere kleurslag. Ik ben er zelf mee begonnen toen mijn opa 1 geitje kreeg. En zo is de liefde gegroeid voor de geiten en dan heb ik zelf een stamboekgeit gekocht. En zo is de fokkerij begonnen en ondertussen heb ik 8 geiten en 4 bokken thuis. Dit is een toggenburggeitje. Deze geitjes zijn korter en kleiner. Moeten een mooi maskertje hebben op de kop met de witte aftekeningen, witte pootjes en wit rond de staart. Nu staan wij hier bij een van onze West-Vlaamse fokkers, die met zijn lammeren naar de prijskamp komt. Ja, Carlos, wat denk je deze namiddag dat je kan verwachten van de prijskamp hier in De Haan? Ik denk dat de prijskamp goed zal zijn. Ik verwacht, ik heb mooie geiten mee, erte geiten, bonte geiten. En daar verwacht ik veel van, omdat ertegeiten weinig te zien zijn. Daar verwacht ik veel van. Voor verder met de fokken en nieuwe fokkers bij te zoeken. En voor ze te steunen en mee te werken. Dat is mijn bedoeling. Ah ja. En hoe gaat het dan onder die andere fokkers? Ja, normaal gezien gaat dat goed. Fokkers onder hier komen goed overeen. Helpen iedereen, zoveel mogelijk en weinig tegenkanting. En het is dat je moet. Iedereen helpen en iedereen steunen. Daar ben ik liefhebber voor. Zo, Carlos. Veel succes deze namiddag. Dankjewel.
Victor, hoe komt het dat je begonnen bent met heten? Omdat ik al meeging met een vriend van mij, Magiel. Daar ben ik dan door de microben gebeten geraakt. En omdat wij ook thuis een boerderij hebben, had ik dan plaats voor een geitenpark te maken. Ik heb dan een geitenpark gemaakt. En de geitjes stellen het zeer goed. Wat vind jij leuk aan geiten? Het zijn kleine neerhofdieren. Het zijn speelse, karakteristieke dieren. Als je een parkje hebt met speeltuigen, dan spelen ze daar graag op. Ook omdat er vlees en melk aan te pas komt. Het is eigenlijk een typisch neerhofdier. Dan altijd inderdaad aan de buitenkant van uw dier te lopen dat we het goed kunnen zien. Ja, je mag zo gaan. Ja, ik ben Danny Seri van Wingenen. Ik heb Anglo-Nubische geiten bij mij, de lammeren. En ik hou dat al 28 jaar. Het ras is een van de grootste dieren ter wereld. En ze moeten een rechte rug hebben, een gebogen kop. En hun oren moeten langer zijn dan hun hoofd. Dus, en een niet afhellend bekken. En de bedoeling is ja, dat we hier een mooie prijs kunnen meehalen. En dan kunnen we verder kweken met die lammetjes die we nu mee hebben. Die Nubische geiten worden ook meest gebruikt voor het kruisen met witte geiten. Dan heb je minder melk, maar meer vet en eiwit. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze met minder melk dezelfde kilo's kaas kunnen maken. Dus die Nubische geiten zijn in alle kleuren toegestaan. Dat is hier nu een tamelijk wit. Dus die oortjes moeten langer zijn dan elders. Dus moet langer zijn dan elders kop. Dat hellend vlak mag niet meer dan 35 centimeter zijn. En de ruglijn moet recht zijn. Dat zijn uw lammetjes. Die grote geiten kunnen tot 85, 90 centimeter worden. En de bokken tot een meter. En die wegen dan een 120, 130 kilo. Dus de eens appen dan ze heel lief zijn, dus van karakter. Ze zijn normaal braaf, maar die jongen moeten soms nog een beetje in dand ouden worden. Maar hele grote, lieve dieren, hele goede melk, maar de productie is iets minder dan de andere melkgeiten. Hoe kan je weten dat een jong diertje voor de fok goed en correct is? Ja. Eigenlijk heb je al de raskenmerken. Bijvoorbeeld als ik nu een hertigheid neem, bijvoorbeeld, die moet mooi bruin op de rug zijn. Die moet een mooie zwarte aalstreep hebben. Die moet een masker hebben eigenlijk. Er zijn een deel raskenmerken die elk dier moet hebben. Maar daarnaast heb je eigenlijk ook de bouw van het lichaam. En dat is eigenlijk ook zeer belangrijk. Hè? Wanneer je eigenlijk al een geitje hebt eigenlijk dat goed breed gebouwd is. Dat een lange ruglijn in heeft. Een schuin kruis, een hellend kruis, dan kan je eigenlijk al zeggen, ja, dat is een dier met toekomst. En zulke dieren worden dan natuurlijk ook van voor geplaatst eigenlijk. Hè. De beste staan van voor. Wanneer is de kussing niet waar? Sessie. Ah ja. Maar dan ga je aan het. Ja. We hebben hier eigenlijk een heel mooi hertenbokje, voldoet volledig aan de raskenmerken, heeft een mooi bruine kleur, heeft een mooie zwarte ruglijn, is heel zwart onder de buik, heeft een heel klein beetje een masker voor een bok, mag en moet, en heeft eigenlijk ook een zwarte balzak. Dus dat zijn de raskenmerken voor een hertigheid. Anderzijds heeft hem eigenlijk een voldoende lengte tussen de voorste en de achterste poten. Heeft hij al een beetje een voorhand en heeft hij ook een mooi lang kruis. Dus een dier met een toekomst, een beloftevol dier. Proficiat. Hier in West-Vlaanderen hebben we een 60-tal leden, waaronder ook enkele Oost-Vlaamse fokkers, die in de tijd ook een provinciale vereniging hadden, maar die opgedoekt was. Daarom, de mensen die kunnen en willen, kunnen ook hier in West-Vlaanderen lid worden. En wij nemen ze dan ook mee. Hè. Interprovinciale prijskampen mogen ze meedingen naar de beste bok, beste geit, beste uier, alle rassen. Maar als het provinciaal kampioenschap is, worden West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen afzonderlijk gekeurd. Voor
de kampioen van West-Vlaanderen en de kampioen van Oost-Vlaanderen. Dat ook weer zijn, dat kan ik niet even doen. We hebben hier eigenlijk de kampioen van West-Vlaanderen met een Toggenburger lammetje. Het gaat hier om lammetjes, dus nog om zeer jonge dieren. Maar wat merken we hier? Dus dat eigenlijk het voldoet aan de raskenmerken. Het mooie witte masker eigenlijk op de snuit. De witte poten, de melkkleurige huid. De witte rosas onder de staart, dus het voldoet aan de raskenmerken. Maar anderzijds ook voldoet het eigenlijk ook aan het type van een Toggenburger. Een Toggenburger moet iets minder lang zijn dan andere geit en moet dus eigenlijk een mooi blokje vormen. En dat is het ook. Aan de voorkant tussen de twee poten heeft het al heel wat ruimte. Dus het is een mooi diertje, een heel jong diertje nog, maar met een zeer mooie toekomst waarschijnlijk. Proficiat. Ja, je kiest sowieso voor de bond. De kampioen is eigenlijk alles, dat is het makkelijkste eigenlijk. Proficiat. Dank u wel dat ik mocht komen. Ja. Goed dag. Ik weet wat dat heeft gepakt. Ja.